bij het boothuis in Breda zat ik met een Bosnier aan tafel. Hij vroeg, zou je terug naar Bosnië willen? Ik zeg, nee. Hij zegt, oké, ja, misschien wel. En ik zei, mijn vader, die zei, als hij 100.000 euro nu zou krijgen om terug in Bosnië te gaan leven en wat hij ook maar wil doen daar met dat geld, zou starten. Mijn vader zegt, mijn ouders leven er niet meer. Een aantal vrienden van me zijn overleden. Het dorpje waar ik vandaan kom is compleet veranderd. En in Nederland wonen nu mijn kinderen. En alles wat ik heb opgebouwd is nu hier.